De mis in G klein is eigenlijk deel van een heel klein groepje werken van Bach. Vijf missen in totaal, die hij op Latijnse tekst heeft gemaakt. Het is maar een heel klein stukje, want tegenover de 250 kantaten die we kennen van Bach, is er maar een klein percentage. Maar het zijn eigenlijk allemaal juweeltjes, dat vinden we in ieder geval nu. Nou is heel opvallend aan die missen dat ze bijna allemaal, en dat geldt ook voor de hoge messen zelfs, bijna helemaal bestaan uit muziek die al eerder geschreven is door Bach. Dat noemen dan de muzikologen met een mooi woord parodieën. Dus dat je je eigen muziek nog een keer opnieuw gebruikt, parodieert. En dat geldt ook voor deze mis in G klein. Dat is op zichzelf niet eens zo heel bijzonder. Want men schat dat ook voor de gewone cantates, dus voor die 250 stukken die cantates die Bach heeft geschreven, dat iets in de orde van 50% of 60% wel op een of andere manier ook iets bevat wat al eerder is gemaakt. Maar voor de mis is dat percentage veel groter. Dat komt wel op 80%. En voor deze mis in G-klein is het zelfs 100%. Alle delen van de mis zijn gebaseerd op muziek die al eerder bestond. Ik denk wel eens, het moet voor Bach soms meer werk geweest zijn om zo'n bestaande muziek opnieuw te maken voor een nieuw doeleinde, als om het nieuw te componeren. Bach moet eigenlijk redelijk snel hebben kunnen schrijven. Dus hij moet hele goede redenen hebben gehad om bestaande muziek te hergebruiken. Maar later, met name in de tweede helft van de 19e eeuw en in de 20e eeuw, in het begin van de 20e eeuw, werd er eigenlijk heel laatdunkend over gesproken. Dat was een soort tweedehands muziek die je toch niet haalde bij de oorspronkelijke Duitsstalige kantatenmuziek. Ik denk dat men toen toch helemaal verkeerd heeft gezien, want eigenlijk is zonneklaar dat Bach allereerst een feilloze neus heeft voor welke muziek hij dan moet kiezen om te hergebruiken. Maar bovendien, als hij de muziek dan gaat hergebruiken, daar eigenlijk bijna nieuwe composities van maakt. Heel mooi is de alt-aria in de mis. Dat is eigenlijk een fantastisch voorbeeld van hoe Bach werkt. Hij zoekt een origineel wat dicht bij de tekst komt van de alt-aria. Dat beschrijft een van de personen van de goddelijke drie-eenheid. God op zijn troon met de zoon voor hem. En hij gebruikt dan een tekst uit de kantate die ook heel genereus van aard is. Het jaar is vol goede gaven, geschonken door God. Dat gevoel in die beide teksten is eigenlijk wel een beetje overeenkomstig. En je snapt dus ook dat Bach zo begint in die aria. Maar dan, ik stel me zo voor, dan is hij aan het schrijven en hij volgt zijn eigen origineel. En dan komt hij in de mistekst bij de tekst Qui tollis peccata mundi, die de zonde van de wereld draagt. En je voelt bijna dat die hand van Bach aarzelt, omdat dat natuurlijk een totaal andere gevoelswaarde heeft als die genereuze tekst waarmee de aria is begonnen. En dat is ook precies het moment waarop je bijna ziet dat Bach zelf denkt, ja, hier kan dat origineel mij niet meer dienen. Dus die gaat dan gewoon opnieuw componeren en maakt een hele grote sectie van 40, 50 maten nieuw, die als het ware in het origineel inschuift, waardoor die aria verkleurt naar het affect wat nodig is voor de tekst Qui tollis peccata mundi, die de zonde van de wereld draagt. If ever people say that parodies, what is called parodies, when Bach is reusing his music, that is just copying. I mean, this is such a great example where he really gives us new notes. It's all the difficult harmonic things is new written. Dus eigenlijk dwingt dat heel veel bewondering af en kun je dat hele hergebruik van bestaande muziek veel beter formuleren als iets wat evalueert in plaats van dat het opnieuw wordt gebruikt.